Konkens Utrecht gaat op 3 april in Tivoli Vredenburg een bijzondere versie uitvoeren van de alombekende Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Het publiek zal de Mendelssohn-versie zeker herkennen als de Matthäus Passion. Bepaalde instrumenten zoals de hobo d'acacia en de hobo d'amore zijn in de romantiek in onbruik geraakt, dus daar gebruikt Mendelssohn klarinetten voor. Er vervallen een aantal koralen, er vervallen een aantal aria's. Er is geen jongenskoor. Het is best ingewikkeld om je patroon wat we gewend zijn en wat we allemaal om ons heen horen, om dat even van je af te leggen en dan te zeggen van oké, laten we nu eens met een romantische bril, zoals Mendelssohn dat dus gedaan heeft, naar de partituur te kijken. Met de repetities merken we dat we heel erg begonnen zijn met, dat geldt ook voor mijzelf, met het beeld wat je hebt van zo voeren we dit uit. Om dat los te laten en dan je te verdiepen in de romantische muziek. Dat het natuurlijk in die barokmuziek heel erg gaat vanuit het uitspreken van die tekst. Terwijl het in de romantiek veel meer gaat over lange lijnen, over klank, kleur en hele andere zeggingskracht krijgt die muziek. Dat vind ik heel spannend. En nou, we zijn er goed op. Het publiek gaat merken dat het een andere Matthäus wordt. Dat de klankkleur van het koor en van het orkest anders zijn. Minder vanuit het gesproken woord. En meer in de klankervaring. Dus de moeite waard om dat eens te komen beluisteren. Want zo vaak gaat deze versie niet.